Bij het Binnenhof, want die zit met de handen in het haar. Anders ga ik wel een keer met jou mee, wel moet als je dat zo gezellig vindt voor die tocht. We gaan inderdaad naar Den Haag, want lekker een visje eten, daar weten die politici ook wel raad mee daar in het Haagse. Kijk even naar deze mooie beelden, Mark Rutte daar op links, die lekker een visje eet. Of Geert Wilders, die weet ook wel raad met kibbeling. Kijk even naar hoe Henk Krol zijn haring hapt, heerlijk. En voormalig visverkoopster Mona Keizer, die zorgt ook wel dat ze de gezonde vetten binnenkrijgt. Het is populair in Den Haag, als je ziet. Nou, dat weet verkoper Martin Buutveld van de iconische kraam Buitenhof als geen ander. Die kraam die staat daar al 40 jaar, maar het gouden klantenbestand is inmiddels wel opgedroogd. Door de verbouwing van het Binnenhof is een vispaleis namelijk omringd door hekwerk. Het ziet er niet per se klantvriendelijk uit. En het wordt dus nog erger, want hij krijgt nu te horen dat die klantwerende hekken 3 meter dichter bij zijn kraampje gaan komen. Van dat nieuws raakte de rasondernemer zo van slag dat hij zelfs moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Ik heb me jarenlang druk gemaakt over dat die schutting zo dichtbij komt. Nu blijkt dus, krijg ik te horen, dat hij nog dichterbij komt. Nee, die komt, let op, hier komt die schutting. Nou, dan hou je dit over. En als je ziet hoe druk het hier soms is, dat is toch belachelijk. Ze willen die schutting zo dichtbij hebben, zodat de bouwvakkers achter die schutting langs in en uit kunnen lopen. Maar als je de schutting dus wat verder wegzet, kunnen die bouwvakkers over het publieke trottoir lopen. Dan lopen ze nog veiliger. Ik heb nu mensen van de gemeente die zeggen, ja, we hebben erg met je te doen, we vinden het zielig voor je. Maar terwijl ze die zalvende clichéwoorden uitspreken, zie ik ogen as cold as ice. Ze hebben daar echt maling aan. Ja, dat is natuurlijk een sneu verhaal voor deze ondernemer zelf. Maar als we vanochtend even kijken naar de ING, brengt een persbericht uit over de algemene horecasector. Het gaat over eigenlijk alle verschillende sectoren. En dat er toch in 2024 nog een lichte groei verwacht wordt in de meeste sectoren. De horeca dus ook, dat verbaast mij gezien de verhalen die je een beetje zo hoort. Het teneur over de horecasector. Ja. Nou ja, ik denk er zijn grote verschillen tussen de ene plek en de andere plek. Dus we zien grote verschillen tussen regio's hierbij, type horecabedrijven, dus in welk segment je zit. Bijvoorbeeld het hogere segment doet het vaak nog steeds best wel behoorlijk. Horecaondernemers die grote coronaschulden meedragen en horecaondernemers die het zonder grote schulden weten te doen. Dus je ziet echt hele grote verschillen in die sector ontstaan. Wat je wel ziet is dat de lonen best wel fors stijgen. Dat de koopkracht over het algemeen volgend jaar ook weer begint te stijgen. Want die lonen gaan nu echt wel wat harder dan die prijsstijgingen. Dus dat betekent dat er toch nog wel een beetje groei zit, gemiddeld genomen in die sector. Maar daaronder wel hele grote verschillen. We gaan later nog verder praten over de economie.